Kijk, ik ben natuurlijk een kunstenaar puur sang, hè? Een rasartiest. Dus naast begenadigd grappenmaker en profeet, besteed ik mijn tijd ook graag aan andere dingen. Ik schilder bijvoorbeeld graag. Sorry, ik maak graag kunstwerken. Ik maak kunstwerken en dat doe ik niet voor mezelf, natuurlijk niet. Dat doe ik voor de mensheid. In de breedste zin van het woord. Hè? Ja, ik hou er gewoon van als mensen in het museum staan en naar mijn werk aan het kijken zijn. Dat ze bij zichzelf nagaan. Dat ze zichzelf afvragen waar de fuck ze nou naar aan het kijken zijn. Weet je wel? Terwijl ze hele interessante geluiden maken. Zoals. En oh. Hè? Mijn stijl zou ik omschrijven als impressionistisch slash expressionistisch van Goghiaans met een vleugje barokachtig. Ja, nou, toevallig heb ik een werk in mijn handen. Heb ik gisteren afgemaakt. Ik heb daar denk ik na 3,5 week over gedaan. En het resultaat mag er wezen. Jullie mogen best even kijken. Dus daar komt hij. Sneak preview. Binnenkort te zien in het Rembrandt Museum. Kijk, daar is hij. Kan je hem zien? Kan je hem zien? Of je hem kan zien. Oké. dit werk in het bijzonder noem ik. Onzekere ijsbeer in de luwte met twijfels en migraine. En nou ja, het werk spreekt voor zich, hè? Het is te koop. Naast weet je dat mensen, dat iedereen ervan kan genieten, hou ik ervan als mensen er privé van genieten, weet je wel. Het is te koop, dus bieden maar. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dat goed doel is. Dat goed doel, goede doel heet. Ik hou niet van geld. Maar als je Vincent een vrolijke zomer kan bezorgen. Althans, herfst. Dan is dat niet mis. Dus. Ik hoor het wel. Fijne dag nog.